Dag dames en heren, een hele goede avond. We staan op het Marktplein, want dit is het decor van Kerst met de Zandtovenaar. Na 3 jaar in Alkmaar, Gouda en Roermond te hebben gestaan, hebben KRO, NCRV en EO ervoor gekozen om naar Apeldoorn te komen. En dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. Gert van der Vijver, dat is de beroemdste zandtovenaar van Nederland. En hij maakt met zijn tekeningen maakt hij prachtige dingen. En zo brengt hij het kerstverhaal tot stand. En er zijn heel veel artiesten vanavond. Het wordt een echt kerstspektakel. Xander de Bisonnier, Vaillen en Eugene. Ja, en ik zou zeggen, wij nemen straks even een kijkje achter de schermen. En het kerstverhaal wordt dit keer verteld. Ik kijk even naar die kant. Ja, toch wel. Erik Kortom, die vertelt het kerstverhaal. En dat is natuurlijk de acteur en radiomaker. Ik wens u heel veel plezier. De Bisonnier die heeft net repetities gedaan en het klonk hartstikke goed. En hij wil ons ook nog wel even te woord staan. Sander, hoe is het? Ja, heel goed. Het is een lekkere warme dag. Ik hoorde de warmste 17 december ooit. En ik draag de aarde een warm hart toe, maar ik vind het voor vanavond niet zo erg. Nee, echt geweldig. Zeg, hoe is het om in deze voorstelling te staan? Nou, het is wel iets anders als wat ik normaal doe. Normaal sta ik met een band op het podium en dan draait de hele avond ook om jou. Dan ben je vrij, want dan kun je gewoon doen wat je wil en nog een extra solo rondje doen. Maar nu is het allemaal heel vast gescript. Dus je moet je heel erg aan het script houden ook en waar je opkomt en waar je afgaat. Maar dat is ook wel leuk om te doen. Je maakt met z'n allen echt zo'n programma. Ja, jij doet heel veel. Je presenteert, je zingt, je bent van alles. Vrienden van Amstel doe je. Moest je lang nadenken om ja te zeggen tegen dit? Ik ben een enorme fan van Gert, de Zandtovenaar. Dus vandaar wilde ik heel graag meedoen, want die man is echt een enorm goede kunstenaar. Zijn dochter die maakte ook 2 mooie tekeningen, zandtekeningen, maar ook nog op de vloer een tekening. En ik denk dat dit echt van wereldniveau is, want hij is ook overal bekend. En dat vind ik wel gaaf, om samen te werken met vind ik, zo'n grote ster die ook uit Nederland komt. Dus dat was ook echt van een van de moverende redenen om mee te doen. Ja, geweldig. En nou speel jij de rol van koning, zeg. Dat is me toch een rol? Ja, maar wel een hele vervelende koning. Hè? Een hele slechte. Herodes, die wilde eigenlijk niet dat Jezus geboren werd. En als hij dan toch geboren werd, dan wilde hij hem vermoorden. En zorgen dat hij niet degene was die de mensheid zou verlossen. Maar dat die Herodes dat was. Dus die man is heel schizofreen, heel gek. Ik moet een beetje raar gaan doen. Ja, is het moeilijk om zo slechterik te spelen? Ja, ik heb niet zoveel slechts in mij. Ik ben altijd heel vrolijk. Dus het is wel lastig om dan in zo'n rol te kruipen. Dat hoef ik normaal ook niet te doen. Maar ik denk vanavond als ik mijn kleding allemaal aan heb, dan ga ik gewoon een beetje nors lopen te doen. Vaillen, hoe ging het? Ja, het ging wel goed. We gaan gelukkig nog een generale doen. Dus dan gaan we eventjes zien hoe heel de show in elkaar zit. En vanavond dan gaat het gebeuren. En dan gaan we duimen. Jij speelt Maria, ben jij, in Kerst met de Zandtovenaar. Hoe leuk is dat? Ja, dat is fantastisch om te doen. Ik word eigenlijk helemaal ongetoverd als Maria, helemaal in kleding en zo. Dus ik zit wel helemaal in het kerstverhaal. Ja. Wat mooi zeg. Heel tof. Het wordt heel cool hoor, ja. En jij hebt eigenlijk ook al heel veel gedaan. Je hebt in Spangas gespeeld. En nu zit jij in Grease. Ja, klopt. We zitten in Grease, de musical. En toevallig staan we met Kerst hier in Orpheus. Dus oh, wat geweldig. Dat is wel heel grappig. Sta je volgende week, ben ik hier gewoon weer de hele week. Ik kan hier gewoon blijven een weekje, joh. Ik blijf hier gewoon slapen. Straight to the top.
leuk. Zeg, en ik hoorde ook popballads, ook ballads. En ik hoorde Eye of the Tiger. Hoe is het om dat te zingen? Ja, dat is vrij hoog, maar het is wel leuk om te zingen. En het past natuurlijk allemaal wel in het verhaal. Er zijn liedjes die echt heel goed bij dit verhaal passen, uitgezocht. Dus één Engels liedje en de rest is Nederlands. Maar het is heel leuk om Eye of the Tiger te zingen. Ik vind dat een fantastisch liedje en altijd een van mijn rockklassiekers. Maar ook leuk om samen met Fayenne te zingen. Is dat de eerste keer dat je met Fayenne optreedt? Nee, wij hebben wel ergens vaker gestaan. In de Efteling hebben wij geloof ik samen ooit eens een keer iets gedaan. Ja, we hebben samen Aquanura geopend. Die attractie hebben we gedaan samen. Dus dat was ook echt superleuk. Maar dat is alweer jaren terug. En ik had hem in die tussentijd helemaal niet meer gezien tot nu. Dus dat was wel heel gezellig. Ja. Leuk hè? Ja, heel erg leuk. Ze is hartstikke lief en leuk. En een ideale Maria volgens mij. Ja, dus zij speelt Maria. Ja, en ik moet ook heel boos aan de kijker. Dat lukt bijna niet. Ze kan mijn dochter zijn, weet je. Dus het... Moeilijke rol hoor. Nou, kom maar goed joh. Zo moeilijk is het niet. Ik hoef niks te zeggen, gelukkig. Hebben jullie veel gerepeteerd? Ja, nu even, maar voor die tijd ook nog? Ja, we hebben sowieso één dag gehad dat we echt gingen repeteren. Ook wel met geluid en met band en zo. En verder heb ik gewoon zelf heel veel voorbereid. Dus de liedjes gehad, veel contact gehad met de band en met de componisten. Dus die hebben mij van alles doorgestuurd, kon ik lekker voorbereiden. Eén dag gerepeteerd. En nu natuurlijk de hele dag, dus dat is ook wel heel fijn. En dan gaan we het vanavond doen. Ja. En hoeveel liedjes zing jij? Ik zing 3 solo liedjes en ik zing een duet samen met Xander. Ja. Heb je ooit in een musical gespeeld? Nee. Ik heb ook. Het heeft wel iets theatraals, maar wat ik wel leuk vind is dat hij heel live met band is, heel groot is. En nogmaals, dat Gert erbij is en zijn dochter met echt prachtige zandtekeningen, creaties. Dus het heeft wel iets theatraals. Normaal gezien ben ik daar niet een enorme voorstander van, maar ik kan dit wel redelijk dicht bij mezelf houden. Dus ik vind dit een mooie crossover tussen echt live, band, muziek, kunst en een klein vleugje musical. Okay. Zeg, morgen is het op tv, 24 natuurlijk december en eerste en tweede kerstdag. We gaan allemaal kijken en ik hoop dat het geweldig wordt hier in Apeldoorn, want hier wordt het opgenomen. Vaker op de markt gestaan met Volumia vroeger en we zitten in het gemeentehuis. Hoe leuk is dat? Ja, nee, dat de gemeente zo leuk en belangeloos meewerkt. En het is natuurlijk leuk om Apeldoorn, als dat het überhaupt nodig heeft, de stad nog een keer op de kaart te zetten. Maar dan wel heel leuk dat we ook gewoon met alle artiesten in het gemeentehuis zitten en we komen ook iedereen tegen. Dus het is wel leuk, een beetje een samenhorigheidsgevoel. Ja, maar de geweldige stad hè, Apeldoorn. Nou, ik moet wel zeggen dat ik het een hele mooie stad vind, een hele leuke stad. En lekker ook in het midden van het land, niet zo ver rijden. Nee, lekker toch. En heb je al een idee wat jij na Gries gaat doen bijvoorbeeld? Na Grease, ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. De audities voor andere musicals gaan alweer een beetje van start. Maar ja, het is natuurlijk altijd afwachten. Pas ik ergens in? Ben ik goed genoeg? Je moet jezelf weer bewijzen. En ik hoop dat ik weer in het theater mag staan. Maar ja, ik ben nu op dit moment een film aan het draaien. Welke film? Heartbeat. Heel tof. Het is van Warner Bros. Een film van Kaap Holland. Nou, het is echt een super toffe film. En dat komt in oktober uit, dus volgend jaar najaar. En ik hoop ook weer dat ik zoiets mag doen. Dus ja, afwachten. Nou, zo jong en al zoveel gedaan. Ja, ik ben heel blij ermee, ja. Nou, geweldig toch? Nou, en nou hierin. Morgen dan kunnen we het zien op tv. En we gaan allemaal kijken natuurlijk. En ik wens je heel veel toi 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 hier vanavond in Apeldoorn. Dankjewel, dankjewel. Okay. You are so beautiful.
mensen en kijkers van RTV Apeldoorn. Met op de achtergrond een prachtig liedje. Ik wil u graag een hele fijne kerst toewensen. Ben lief voor elkaar. Heb veel empathie. Veel compassie voor elkaar. En gewoon heel veel liefde. Dan komt het vanzelf goed. Bye. Nou, lieve allemaal. Een hele fijne kerst gewenst. Met heel veel leuke, lieve mensen om je heen. Je vrienden, familie. En natuurlijk een heel goed jaar. En dat al je dromen uit mogen komen. In 2016. Nou, ik vind het een hele mooie boodschap. Fayenne, dankjewel. En heel veel succes vanavond. Oké, dag. Ja, dames en heren, dit was het. Een kijkje backstage bij Kerst met de Zandtovenaar. Morgen allemaal kijken natuurlijk op NPO Zapp en Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag. Dus dan gaan we allemaal genieten van deze voorstelling. Ik wens u een hele mooie avond natuurlijk. En ik wens u hele fijne kerstdagen. En wat mij betreft tot de volgende keer. Dag!